Zojuist een hele interessante podcast opgenomen met Tanja Mulder, intimiteitscoach. En misschien denk je, weer een of andere coach. Deze dame heeft hele interessante dingen te melden over intimiteit, seks, wat een goede minnaar maakt. Hoe je ook vooral in relatie intimiteit op een hoog niveau kunt halen, wat de valkuilen zijn. Al vele jaren is er mee bezig. Ik heb enorm veel opgestoken van deze podcast. Ik wens jou veel kijkplezier. Tanja Mulder, let's get shit done. Alright, van harte welkom bij deze podcast, Tanja. Tot je hier bent. Tanja Mulder, ik kijk even de camera's in. Tanja Mulder, seksexpert, sekscoach. Dat klopt. Voor het eerst heb ik jou voorbij zien komen, was bij Casanova Bootcamp. Dat klopt. 7 jaar terug of zo, echt lang geleden. Daar gaf jij de mannen coaching. Ik heb vervolgens via een aantal mannen die ik dan coach, hoorde ik dat ze ook met jou in contact waren. En ze waren zeer lovend. En fijn. Ik dacht, hey, interessant, leuk om met Tanja te gaan zitten, te gaan praten, te hebben over intimiteit, relatie, connectie en seks. En terwijl ik dit dan zeg, hè, waarom ik dan zo nu aan het uitweiden ben over intimiteit en gevoel enzovoort. Het klinkt een beetje plat, maar heel vaak als je het over seks hebt, denken ze, oh, neuken, porno, vol blaffen. Ga je meteen eigenlijk naar het platte. Terwijl, en zonder dan nu overdreven romantisch te doen, maar daar zit veel meer achter. En seks wordt heel snel te plat gemaakt als je het erover hebt. Want ik ging kijken in de media, nou, dan gingen ze jou in laten vliegen voor, weet ik veel, bef en pijptips of zo. Terwijl wat je doet, en ook gewoon de persoon die je bent, dat gaat veel dieper. Ja, dus zeker weten. Dus ik vind tof dat je er bent, gezellig. Microfoon goed bij mond houden als je praat. En wat doe je precies, Thea? Nou ja, dat is wat leer ik mensen. Juist geen platte seks. Het is tegenwoordig, porno is echt zo slecht. Het wordt te veel gekeken. De jeugd groeit op met porno. Mm-hmm. Het beeld is dat de seks is. Tuurlijk, je hebt mensen die houden van pornoseks. En je hebt ook vrouwen. 2 van de 10 vrouwen die zijn pornovrouwen, niet slecht bedoeld, maar die recht toe, recht aan, plat, helemaal goed. Rampetampen. Maar voor de rest is echt, op een gegeven moment, aan het begin kunnen we het ook nog leuk vinden. Hè? Ja. Dan is het nieuw, het is spannend, zeker voor de vrouwen. Mannen zijn sowieso vaak meer van de pornoseks, tuurlijk wel. Porno is gemaakt eigenlijk voor mannen om te masturberen. Natuurlijk tegenwoordig ook steeds meer vrouwen, hè, die ook het beeld opwindend vinden. Ja. Maar uiteindelijk, als je dan op een gegeven moment kijkt, dat toch best wel veel stelletjes op een gegeven moment een beetje in die sleur komen. Vrouwen beginnen iets te missen, soms ook mannen. Mm-hmm. Je hebt tegenwoordig ook steeds meer mannen die geen zin meer hebben in seks in lange relaties. Ja. En als je dan verder kijkt, ze weten niet precies waaraan het ligt. En als ze bij mij terechtkomen, ga ik het toch meestal goed benoemen, het is dat ze iets missen. Ze weten niet wat, maar ik weet het. Het is de passie. Het is het gevoel. Het is het niet plat. Het is samen seks hebben, reactie tegen reactie. En vrouwen zitten vaak te veel in hun hoofd bij de boodschappenlijst, drukke agenda, sturende gedachten, onzekerheden. En mannen te veel in hun hoofd met hun pornoplaatjes. Dus je kan de verbinding heel moeilijk vinden. En wat je dan zegt, dat steeds meer er dan is. Is het dan omdat we het steeds drukker hebben en steeds meer dingen te doen hebben? Of is het dan omdat we een steeds omdat hoe we denken dat seks is, dat veranderd is? Wat denk jij dat daar in de hoofdoorzaak is? Ik denk dat dat altijd al is geweest. Het grote verschil hoe mannen opgewonden raken, hoe ze de seks beleven, van wat ze fijn vinden, tegenover vrouwen. Ja. Dat is al altijd geweest. Ja. Ja, dus het is niet te zeggen dat onze ouders betere seks hebben gehad. Nee. Zeker niet. Nee. maar het wordt er niet beter op. Je denkt eigenlijk, we leven 2018. Ja. Het zou beter moeten worden. Het wordt vrijer allemaal. Er wordt makkelijker over gesproken. Je ziet meer op televisie. Maar daar wordt het niet beter op. Is het niet ook eigenlijk juist dat doordat het steeds vrijer wordt en dat ogenschijnlijk random seks meer geaccepteerd wordt, dat ons eigenlijk juist meer dwingt om gevoel, wat zo belangrijk is, van seks los te koppelen. En dat ons daarmee ook op een verkeerde afslag zet?
Ja, ik zou een concreet voorbeeld geven. In mijn jonge wilde jaren, toen ik vond dat ik single moest zijn, want ik ben datingcoach, dus ik moest veel kilometers maken, zat ik in het stukje dat ik veel one-night stands had en al die ongeheim. En wat ik dan merkte is dat elke keer na zo'n fase, ik dan in een intieme relatie kwam met een meisje die ik dan verliefd of ik gevoel kreeg, dat ik dan de eerste periode het oprecht moeilijk vond om een erectie te krijgen. Oké. Okay. Dat die transitie was er dan. En alsof dan, zeg maar, exact wat je zegt, hè? Seks, het nieuwe, rauwe, random en zo met een nieuwe persoon. Weet je, dat ging prima. Dat was modus operandi. Maar zodra er gevoel bij kwam, moest ik opeens zelf een beetje switchen. Dus als jij zegt van, hey, seks wordt steeds makkelijker en steeds overzichtelijker, is het dan makkelijker en geen taboe en one night stand is normaal voor mannen en vrouwen enzovoort. Heeft dat ook dan te maken dat daarmee het gevoel eigenlijk vanzelf al steeds verder van seks verwijderd wordt? Ik heb niet gezegd dat het taboe minder erop wordt. Oké. Okay. Nee. Oh, dat specifiek, is wat bedoel je? Wat bedoel je? Juist niet. Je ziet meer. Op televisie. Ja. Je ziet meer, het wordt vrijer, het wordt vaker over neuken gesproken. Wow, dat is normaal, helemaal niet eng. Precies. Ja. Als het maar niet over je eigen seksualiteit gaat, dan zitten we nog steeds in een taboe sfeer. Ja, dus het is niet zo dat het vrijer is geworden als het gaat over preutsheid, minder preutsheid, of het makkelijker, dat stelletjes makkelijker over seks praten. Als het over je eigen seksualiteit gaat, dan is het steeds nog een taboe thema. Maar ja, het is natuurlijk ook iets heel intiems en persoonlijk seks. Dus het niet aan de grote klok hangen wat iets heel persoonlijks en intiems is ook weer begrijpelijk. Of heb je het gevoel dat er misschien dan toch te veel taboe is? Hoe zie jij dat? Het is logisch dat je niet je eigen seksleven naar buiten wil brengen. Als ik mensen bij mij heb, dan is het ook altijd, die mond-to-mond reclame, zeker bij stelletjes, is heel lastig, omdat ze niet tegen de buren zeggen van, hey, ik ben op seksles geweest. Ja. Okay? Dus als het dit blijft een lastig thema, dat denk ik gaat ook nooit veranderen. Het is wel fijn dat tegenwoordig wat wel meer buiten te zien is. Hè? Dat er meer wat probeert wordt om vrijer over seks te praten. Maar ik denk dat het vaak nog de verkeerde thema's zijn. Hè? Ja, juist niet. Gewoon het verkoopbare, de uiterlijkheden van seks zonder de intimiteiten. Precies. Het wordt vaak over het platte. Hetzelfde is porno. Man, de hele jeugd, het is zo makkelijk toegankelijk. Ja, porno. Mannen hebben dat beeld van, nou, dat is de seks. Meiden hebben dat beeld van, nou, ik moet zo doen als die meiden in de porno. Ik heb tegen mijn dochter gezegd, als een beetje zo ver was, van, dit is niet de realiteit. Je hoeft niet zo te doen. Het gaat om liefde. Het gaat van genieten, vooral zelf ook genieten van seks. Ja, en niet denken, ik moet zo doen. Ik weet dat heel veel meiden tegenwoordig gaan acteren zonder dat ze doorhebben dat ze aan het acteren zijn. Ja? Ik moet nu zo doen. Dat zie ik in de porno. Jongens vinden dat geil. Tuurlijk vinden jongens dat geil. Daar groeien ze mee op. Dat wordt hun in hun hoofd geramd. Mm-hmm. Alle die beelden die ze zien. Ja. Ja? En ik moet een beetje zo doen. Maar wat niet beseft wordt als ik soms jongere jongens bij mij op les heb, zeg ik, waarom denk jij te zien in een porno dat vrouwen op deze manier gebeft worden? Ja, die tong, hartpunten, mond open, okay. Ja. Is niet omdat wij het zo lekker vinden. Sommige vrouwen misschien wel. Maar omdat de camera anders niks ziet. Ja. Oh. Oh. Ja. Als een vrouw in de camera kijkt van, ik ben geil. Dan is het acteren. Nu mag de video niet meer op YouTube aanwezig. Als je zo gaat doen. Ja. Ja, ja. Ja, precies. Ze is aan het acteren. Ja. Maar dat heb je niet. Jij denkt van, oh, dat is geil. Nee, het is acteren. Die vrouw zit in de hoofd. Je moet opletten wat ze doet. Het heeft niks met voelen te maken. Dus ik ben zo bang dat het alleen maar erger wordt. Het wordt erger. Veel mannen kom ik tegen met een pornoverslaving. Oh ja. Die zich gewoon elke dag echt een paar keer, nou, gewoon pornoverslaving. En ook dat ze door de porno afgestompt zijn, dat zeg maar gewone seks niet genoeg meer voor ze is. Ja. En dat ze ook in hun hoofd dan weer terug moeten gaan naar de porno. Toen jij pornoverslaving zei, oh ja, wat merkte je? Of wat zag je? Wat zie je in je eigen praktijk, ervaring?
Wat ik weet is dat je op een gegeven moment inderdaad, je hebt sommige dingen die vind je heel erg opwindend in de porno. Tuurlijk, ja. En dus je hersenen gaan eigenlijk dit opnemen, dat dit wordt op een gegeven moment een soort fetish. En alles andere is dan eigenlijk al niet meer opwindend. Hè? En door alleen maar dat ene en kennis ver weg ooit meegesproken, die zei, mijn man die kikt alleen maar op als hij over me heen klaarkomt. Ja. Klaarkomt. Hij wil alleen maar nog dit. Als dat het enige is, dan ga je meteen naar het einddoel, zeg maar. Hij wil alleen maar nog dit. Niks anders meer. Dat heeft toch niks met lekkere seks te maken. Dat heeft toch niks met liefdevolle... En liefdevolle seks betekent niet alleen maar van softe strelen, seks. Zachte, nee, ja. Het gaat gewoon... Als je lang genoeg bijvoorbeeld in vrouwen wat ik investeert en je gaat echt ervoor zorgen dat ze in hun gevoel komen... Dan kom ik op een gegeven moment ook in die pornofase. Ja. Maar dan is het porno vanuit mijn gevoel. Ja. En niet... omdat ik nog hier heel helder ben. Dat is ook het wat je nu zegt interessant. Dat is ook het flauwe wat ik een beetje vond met... Kijk, nog los van of 25 Grijs een goed boek is of whatever. Daar gaat het helemaal niet om. Maar waar iedereen voorbij aan gaat is... mensen zeggen altijd... ja, het is alleen maar een man die de vrouw onderdrukt enzovoort. Er zit ook heel veel liefde en vertrouwen en intimiteit... in aan de ene kant de overgave van iemand die ervan geniet... zich aan over te geven. Maar er zit ook heel veel... puurheid, liefde en intimiteit in dan meer de dominantere... die zichzelf grenzeloos uit naar een persoon... waarvan hij weet dat zij daarvan houdt. En dat stukje wordt ook weer, als je het over die categorie... wordt nooit uitgelicht. Het wordt altijd van plat, dus pijn is fijn. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Nee, daar gaat het niet om. En weet je wat het ook heel erg... leuk dat je dit thema even aansnijdt. Mm-hmm. Wat heel erg om gaat. Waarom is dat boek zo'n succes? Vrouwen lezen tussen de regels. Het gaat niet erom dat wij graag willen... dat er een zweep over ons heen gaat. Dat we pijn hebben. Er wordt gespeeld met die vrouw. Er wordt gespeeld, oké? Het gaat niet alleen maar toe, recht aan... zo snel als mogelijk naar een orgasme naartoe. Hij overgaan spuiten, naar vrije ja. En klaarske. Nee, dat draait het helemaal niet om. Het gaat om dat de tijd genomen wordt, dat er gespeeld wordt... dat dit getriggerd wordt. Daar draait het om. En dit is ook iets wat ik probeer altijd mensen duidelijk te maken en te leren. Samen spelen, oké? Waarvoor spel? Spelen. Voorspel in mijn ogen is niet orale seks. Ja, het gaat om spelen. Ja, en dan komen we in die fase van het stukje loslaten, de connectie, samen, aankijken. Maar dat wordt vaak al helemaal niet meer gedaan. Wat is tegenwoordig zogenaamd huwelijk seks? Even zoenen, naar de borsten, tussen de benen duiken, overgaan naar vrije, klaar. Het heeft toch niks met spelen samen te maken. Het heeft er niks mee te maken dat je echt met z'n tweeën voelt en beleeft. Geniet van het moment wat er is. Het doel is zo, het orgasme. Tuurlijk, we hebben niet altijd zin en tijd in het hele uitgebreide. Snap ik. Tuurlijk. Snap ik. Prima, vluggertjes. Hartstikke goed voor tussendoor als we druk hebben. Maar af en toe maar uitgebreid. En dat draait het niet om het doel om klaarkomen. Nee, de weg er naartoe. Dat is het lekkerste. En dan gaat het om samen spelen, genieten. En dit wordt tegenwoordig, meesten kunnen het niet, hebben het verleerd, hebben het nog nooit gedaan, hebben het nooit gezien, porno zie je dat niet. Ja, dus dat is de kern waar ik denk, als je dit hebt als stel, dat je dan ook goede seks oprecht kan houden. Of inderdaad, je houdt allebei van platte pornoseks. En je vindt het allebei prima dat je allebei in je fantasie jezelf opgeilt. En je gebruikt elkaars lijven. Prima, als je ermee happy bent allebei, is het oké. Oké, twee dingen. Nou, eigenlijk één ding. Je zegt goede seks. Als we iemand een definitie of niet... Als je een definitie wil meegeven, een werkbaar begrip zo gezegd van wat goede seks dan is. Wat is wat jou betreft goede seks? Voor mij persoonlijk? Niet voor jou persoonlijk. Voor jou als intimiteitsexpert. Die, ja, wat zij aan anderen willen overdragen wat goede seks dan is. Zonder dan doe dit. Wanneer is seks goed? Lang verhaal kort. Als allebei tevreden zijn.
That's it. Als allebei echt de top kunnen bereiken van een genot. Ja? En het punt dus is allebei dan, tevreden ermee zijn. En ik denk het probleem is dan dat als je niet weet wat mogelijk is, je al heel snel tevreden kunt zijn. Ja, maar dan op een gegeven moment ook, als we, kijk, er is niemand die toegeeft, seks is heel discreet. Mm-hmm. Niemand wil toegeven dat ze geen goed seksleven hebben. Oh, stel je voor. Daarom hoor je eigenlijk alleen maar dat iedereen zegt, ja, maar bij ons gaat prima. Ja? Dus dan denk je eigenlijk, oh, ben ik de enige die dan misschien een slecht seksleven heeft. Want niemand, het is heel kwetsbaar dat thema. Ja. Dus je wil het niet zeggen van, nou ja, oké, bij ons gaat het niet zo lekker. Mm-hmm. Oh nee, bij ons gaat prima, we doen het 4 keer in de week. Ja, dus dit is natuurlijk ook al heel lastig om toe te geven dat het niet zo lekker gaat. Ja. En meestal is één iemand niet tevreden. En vrouwen vinden vaak van, nou, huisje, boomje, beestje, dat heb ik. En nou ja, seks, ja, nou, vaak nee zeggen. En mannen die hebben veel meer behoefte eraan. Dus er is vaak één iemand is ontevreden. En als je dit is dat, hebt, is dat dan vaak de man die ontevreden is? Nou, tegenwoordig ook steeds meer dat mannen geen zin meer hebben. En vrouwen graag meer willen. Maar allebei is vaak dat er iets gemist wordt. En daar help ik ze natuurlijk bij. En wat wordt vaak gemist? De intimiteit. De connectie. Het samen voelen. Hoe kun je voor jezelf, kijk, wat je nu zegt is natuurlijk echt spot on. Hoe kun je als persoon in een relatie voor jezelf merken, of hoe kun je eigenlijk ontdekken dat het suboptimaal is, dat je niet op het punt bent waar het zou kunnen zijn? Wat zijn signalen om te herkennen die je misschien anders misschien zou missen? Dat je merkt dat het niet lekker gaat? Ja. Oké. Nou, eigenlijk merken dat je steeds minder zin krijgt, steeds vaker een nee gaat uitdelen, dat de gedachte om seks met je partner te hebben eigenlijk steeds meer negatief wordt. Ja, dus dan moet je eigenlijk aan de bel trekken. En dit is dan jammer, dan komen we weer op het taboe-thema. Mm-hmm. Seksles is taboe. Dat doen we niet aan. Ja, we kunnen aan alle mogelijke idiote dingen kunnen we les volgen. Vrouwenversieren, okay. Zijn er zelfs gewoon coaches voor. Over, maar ja. Seksles, dat doen we niet aan. Ja. Maar uiteindelijk denk ik, als je als stel, natuurlijk, we hebben fases. Snap ik. Ja, kinderen krijgen, whatever. Maar uiteindelijk ben je nog man en vrouw. Als je dan in fases terechtkomt waar je steeds merkt aan jezelf, vooral aan jezelf ook, van, ik merk dat ik steeds minder zin heb, dat ik eigenlijk ook de gedachten er niet meer aan heb en dat ik eigenlijk ook niet meer intiem wil zijn. En trek aan de bel. Mensen blijven te lang in dat negatieve hangen, waardoor die spiraal zo ver naar beneden gaat, dat des te langer jij naar beneden gaat, des te moeilijker wordt het op een gegeven moment ook weer eruit te komen. Maar als je eigenlijk direct al merkt van, hey, we zitten nu 1-2 jaar en het is nog steeds niet beter geworden, ga stappen ondernemen. Want het is echt oplosbaar vaak. Want het makkelijke tegenwoordig is, met een mindere taboe op scheiden enzovoort, dat je kunt denken, hey, oké, het is op, de koek is op, het zit er niet meer in. Dat denk je dan. En dan ga je uit elkaar, vind je een nieuwe partner, nieuw spannend geil, prima. Na 3, 4, 5 jaar, zelfde riedeltje. En dat past ook heel erg natuurlijk in onze cultuur van, als je je soulmate hebt gevonden, dan gaat alles altijd vanzelf. Natuurlijk gelul is. Je zegt, het kan meestal opgelost worden. Hoe pak je dat aan? Door te kijken. Ik ga in gesprek met mensen. Ik stel de juiste vragen en dan kom ik eigenlijk meestal meteen achter dat er natuurlijk wordt iets gemist. Want anders zouden ze natuurlijk wel de klik hebben. Dat ze eigenlijk, en ik weet dat het meestal zo is, in 70% van de gevallen is het zo, dat zeker vrouwen te veel in hun hoofd zitten. Ja. Het is een vrouwenkwaaltje. Ja.
Is een vrouwenkwaaltje. Ja. Vrouwen die kunnen dan met de boodschappenlijst bezig zijn als ze beginnen. Die kunnen een drukke agenda, één oor luisteren of ze de kinderen horen. Dat is helemaal fataal, hè? Kinderen, kleine kinderen, ze laten niet los. Ze zitten constant met één oor te luisteren of ze de kinderen horen. Een sturende gedachte, dus nu doe je het zo, ik wil het liever zo, moet dat nou zo? Niet beseffend dat ze zichzelf blokkeren om te voelen, om de ander te voelen. Ja? Dan heb je aber ook dat, of mannen zoeken dat en willen graag reacties op hebben, willen in het moment opgaan en willen graag reacties op hebben. Wat ze bij de vrouw bijvoorbeeld als voorspel doen, ze zijn gevers en ze willen graag een beetje spelen, teasen en ze krijgen geen reacties. Nou, niks is minder frustrerend dan geen reacties te krijgen wat je doet. Dan gaat deze man op een gegeven moment eigenlijk ook weer van, nou ja, weet je wat, laat me dan maar mijn eigen trekken komen. Ja, who cares? Ik kom niet verder met haar, dus dan ga ik maar lekker mijn eigen fantasie. Ik maak mezelf geil. Huh? Ja, door mijn hoofd te gebruiken. Van jou krijg ik het niet. Ja. En dan, dan kom ik maar klaar. Dus dan kom je op een gegeven moment in deze manier terecht. Dan wordt het helemaal een ellende. Het leidzaam eigenlijk langs elkaar seks hebben met elkaar half. Dat is trouwens het iets. Het moet, het hoort erbij. Ah, ja. En natuurlijk wel, maar het kan ook echt leuk worden. Dat is altijd. Ja, in de media hoor je vaak dat mannen van alles fout doen. Hè? Dus bijvoorbeeld. Mannen zijn slecht in bed, want mannen komen wel altijd klaar, vrouwen komen niet altijd klaar. Terwijl, waar wil ik heen gaan met het verhaal? Laat ik zo zeggen, om een man klaar te laten komen is oprecht geen prestatie. En dat, ja, een hele hoop mannen zijn zeker niet heel goed in bed, maar eerlijk is eerlijk, een hele hoop vrouwen zijn ook niet goed in bed. En het feit dat de man wel klaarkomt, zegt helemaal niks. En dan vind ik dat zo makkelijk om dan mannen af te vallen van, ja, mannen laten vrouwen niet klaarkomen, dus mannen zijn slecht. Mannen en vrouwen zijn allebei, denk ik, gewoon even slecht in bed. Dan zijn vrouwen misschien wat meer, kunnen wat meer fysieker of sensueler zijn. Maar dat is mijn persoonlijke frustratie als ze het hebben over hoe goed de geslachten in bed zijn. En ik denk dat beide eigenlijk even slecht zijn, feitelijk. En ik denk dat het daaraan ligt. Dat er niet geleerd wordt, ten eerste te weinig over gesproken wordt samen. Ja, ja. Vrouwen vaak niks aangeven. Mannen zeggen eigenlijk tegenwoordig heel vaak, hoor ik dat, ja, maar ik krijg geen klachten. En dan zeg ik, ja, maar die ga je niet krijgen. Vrouwen zeggen liever niks. Dus ons eigen schuld. Oké, vrouwen zeggen dan liever niks. Of mannen zijn ook een beetje, hebben een grote ego en vrouwen zijn bang dat als iets aankaarten betreffende grote orde teentjes getrapt is. Logisch, is natuurlijk ook lastig. Is. Mannen zijn vaak, hebben de leiding. Inderdaad, man heeft een ego. Tuurlijk wel. En heel kwetsbaar op het gebied van seks. Zeker. Heel kwetsbaar op het gebied van seks. Mm-hmm. Dus tuurlijk, een vrouw wil niet tegen een one night stand zeggen van, of zeker als ze verliefd op is van, nou, schatje, dat was drie keer niks. Dat zegt een vrouw niet, oké? Of je moet echt een hele harde pittige zijn. Dan komt een man het soms te weten en dan komen ze dan ook bij mij terecht. Ding dong, Tanja. Of worden gestuurd van de vrouw. Maar uiteindelijk zeg ik, ja, oké, wanneer weet je als man dat je echt een top minnaar voor een vrouw bent, oké, kan zijn, ja. Mm. Als je de complimenten gaat krijgen, als een vrouw echt op een gegeven moment zegt van, wauw, dit heb ik nog nooit meegemaakt, of dit heb ik nog nooit, als een vrouw echt onder de indruk is, dat ze iets beleeft wat ze nog nooit beleefd heeft, want ze krijgen natuurlijk vaak hetzelfde voorgeschoteld van mannen, oké, dan gaat ze echt een compliment geven. Is het niet ook een valkuil voor mannen dat ze heel erg, zeg maar, aan het werk gaan en hun kunstjes gaan laten zien en daarmee juist ook weer een afstand qua intimiteit creëren in de seks? Ja, ze zijn te veel met hun volgende stap bezig. Mannen kunnen namelijk ook heel slecht opgaan in het moment. En dit is wat die vrouwen weer missen. Dat is wat ik probeer mannen te leren. Mm-hmm. Als je bij me komt, dan is het. Tuurlijk staat op mijn website van, ik leer je hoe je een G-spot werkt. Ik leer hoe je. Dat zijn natuurlijk gewoon verkooppraatjes, plat gezegd. Nee, niet verkooppraatjes. Ik leer ze dat ook, want het is iets heel lekkers voor ons, hè? Maar daar gaat het niet om.
Nou, jij. Ja en nee. Als je een vrouw zo ver kan krijgen, ja. Okay, dat ze in die fase van loslaten komt. Ja. Kennen heel veel vrouwen niet, ten eerste. Dan pas kan bijvoorbeeld een G-spot gaan werken. Dan pas kan een vrouw een squirt orgasme beleven. Dan pas kan een vrouw een full body orgasme beleven. En als je dit een vrouw kan geven als man, is dat de grootste cadeau wat een vrouw, dat seks kan zo intens in je gevoel zijn. Maar de meeste komen daar niet. Wat is er voor, hallo, wat is daar dan voor nodig om een vrouw zich zo los te laten gaan? Kijk, in vier stappen alsjeblieft. Ja, ook, oh, jezus. Vier simpele stappen. Die zijn helemaal niet zo. Die zijn niet zo simpel. Oké. Kijk, we beginnen aan dat man meestal de leiding heeft. Dat zijn we ouderwets. Man heeft meestal de leiding in bed. Is het niet ook hoe seksuele opwinding werkt, dat de seksuele opwinding van de vrouw vaak reactiever is en dat die van de man wat proactiever is? Dus een ding erover gelezen dat tijdens de seks zie je dat een vrouw meer kijkt hoe reageert hij op mij, wat dan weer haar opwinding wel of niet kan verhogen. Of is dat niet jouw ervaring? Of hoe zie je dat? Ik ben Duits, die moet je mij nog een keertje uitleggen. Die snap ik niet helemaal. Dat een man meer opgewonden wordt van wat hij ziet, dat een vrouw meer opgewonden raakt van hoe anderen op haar reageren. Wat hij, nee. Wat hij ziet, visueel, ja, logisch, ja. Oké. En vrouwen meer zijn eigenlijk van het beleven. Ja, ja, en het beleven ook een deel gaat door hoe de ander op haar reageert. Dat het beleven iets is van, oké, hoe reageert hij op mij? Hoe is zijn opwinding? Nee, wat ik probeer vrouwen te leren, in hun eigen verantwoording ook, is het in hun gevoel gaan. Want als ze aan het denken zijn, kunnen ze niet voelen, simpel uit. En dat is dat stukje beleven. Hmm. Ja? En mannen leer ik, hoe krijg je vrouwen uit hun hoofd? Dat is heel interessant wat je nu zegt. Waar we net over hadden, wat ik net zei over dat proactieve reactief. Ze hadden toen neurologisch gekeken naar, oké, een vrouw heeft seks, hoe werkt dat? Bij een man zie je dan inderdaad de visuele centra lichten op. Hij ziet prikkels, dat doet iets met hem. En bij een vrouw, ook als je kijkt naar hoe een vrouw naar porno kijkt, kijkt ze meer ook naar hoe reageert de ander op haar. Maar wat je dus eigenlijk nu zegt, is, ja, dat kan een reflex zijn van een vrouw, maar het gevaar daarvan is dat in haar hoofd plaatst en juist niet in haar lijf. Zeg ik het zo goed? Ik denk dat ik misschien nu even iets ga je uitleggen. Graag. In mijn ogen, hoe ik zie dat het in de algemeenheid, tuurlijk, je hebt uitzonderingen, bla bla bla, maar in het algemeen. Ja. Ik ga je nu even uitleggen hoe mannen opgewonden raken. Algemeen. Oké. Visueel. Oké. Jullie zien een vrouw in het blootje, diepe decolleteetjes, korte rokjes. En in dat moment dat je visuele prikkels krijgt, gaat het hier aan de slag. Ja. Oké. Er komen alle mogelijke geile scenario's eventjes langsgeschoten, die jullie opwindend vinden in het visualiseren. Oké. Er komen echt even plaatjes. Of werkt het bij jou niet zo, Tom? Nee. Ik hang aan je lippen. Eens, ja, tuurlijk, ja. Oké. Dus dit is de reden hoe een man ook zo snel een erectie kan hebben. Hè? In het moment dat het hier aan de slag gaat. Dus dat is eigenlijk seksorgaan nummer 1. Hier begint het. Sowieso. Oké. Niet in je pimmel. Nee, het begint hier. Oké? Ja. Door het visuele, door vaak aan seks te denken. En dan gaat het even hop, even wat plaatjes langs schieten en opwinding begint, doorbloeding begint, gelijk erectie. Ja, je hebt ook de trekkerskaravaan, zeg maar. De plaats die je voor precies je ogen ziet om te gaan vatten. Ja, tuurlijk wel. Dus daarmee begin je. Dat is hoe je jezelf geil maakt. Ja. Oké? Nou, dan zijn jullie al geil. Oké? En dan ga je in de seksbox. Ja. Je schakelt alles andere omheen, schakel je af. Er is geen drukke agenda meer. Er is geen kind die daarnaast misschien zit te huilen. Whatever. Maar in ieder geval zit je in de seksbox. Yeah. Okay? Je bent dus niet meer bezig met andere dingen. Nee. Alleen maar nog met seks. Ja. Nu komt de vrouw. Wij kunnen echt de ingewikkelde wezens zijn. Okay? En dat is iets wat denk ik heel veel mannen niet weten. Bij deze gaan ze het ontdekken. Wat ik nu zit te vertellen. Potverdorie, we gaan je geld voor vragen. Geef je mijn werk bloot.
en vrouw. Zeker lange. Ik heb het nu ook over langere relaties. Oké, okay, one night stand hebben we aan de verhalen. Dan is nieuw, geil. Kunnen we ook veel sneller geil zijn. Eerste jaar van de relatie kunnen we ook veel sneller geil zijn. De hormonen. Dus daar hebben we het niet over. Ik heb het nu over langere relaties. En hij zet de eerste stap. Ja. Oké, okay? Dus jij werkt zo. Zij staat toch op min 1. Minstens. Ja, ze is met alle kind druk. Leven, stress, werk. Oké, okay, is er de hele dag aan bezig geweest. Ja. Jij zet de eerste stap. Jij bent al geil. Zij staat nog op min 1, min 2. Oké, okay? Zo. Dan heeft een vrouw, daar gaat, wij hebben geen seksbox. Wij hebben geen visuele instelling. Als wij een man in het blootje zien, lekker ding. Hey, je bent maar dik geworden. Maar nou... Wij kunnen nog steeds een lekker ding vinden. Ja. Tuurlijk wel. Maar er gaan bij ons geen plaatjes aan de gang. Oké? Okay? Nee. Dus we zijn niet goed in het visualiseren. Uitzonderingen toegestaan. Niet goed in het visualiseren. Er komen geen plaatjes bij ons langs geschoten. Dus wij moeten even eerst al die dagelijkse shit 7 à 10 minuten afschakelen. We hebben 7 à 10 minuten standaard nodig om ons hoofd even leeg te krijgen. We hebben geen seksbox. Onze hersenen zijn connected. Pap, 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 pap. Alles is met elkaar connected. Ja. Oké? Okay? Ja. Dat is de reden waarom wij vrouwen vaak beter zijn in multitasken. Okay? Dat vinden jullie zelf in ieder geval. Ja, ja. Dus we denken niet in boksen. Dus nadeel voor ons in de seks. Oké? Okay? Dus dat is de reden waarom vrouwen eigenlijk in het begin sowieso nog niet echt op dingetjes echt reageren. Nou, oké. Okay. Dan komt het dat de man natuurlijk al opgewonden is. Die kan al gaan. Precies. Dus dat voorspel hoeft een man eigenlijk niet. Die zou direct over kunnen gaan naar vrije. Om klaar te komen. Niet om goede seks te hebben. Nee, ook voor de man. Om klaar te komen. Vaak gaat de seks om klaar komen bij mannen. Mm-hmm. Oké. Okay? Dus dat voorspel doen ze dan een beetje voor de vrouw. Nou ja, goed, ik moet ze een beetje opwinden. Huh? Heeft ze er ook nog wat aan? Beetje gemeen gezegd, natuurlijk. Nee. Ik snap het. Ja. Maar goed. En dan is het dat het eigenlijk niet beseffend dat wij die seksbox niet hebben. Dus niet beseffend dat wij zo lang nodig eigenlijk hebben om überhaupt eerst maar in de ontspanning te komen. Om de dagelijkse shit los te laten. Heel veel vrouwen, die lukt het dan niet eens om de dagelijkse shit los te laten. Omdat wij die 7 à 10 minuten tijd niet krijgen. Er wordt meteen tussen de benen gedoken. En dat is ook vaak de reden waarom vrouwen vaak niet kunnen klaarkomen. We zijn nog niet zo ver. Ons hoofd gaat nog alle kanten op met de dagelijkse dingen. Dus en we worden eigenlijk al gebeft. Dus eigenlijk ook het punt van zin hebben in seks. Dus de vraag van heb je zin in seks is nu nog helemaal niet relevant. Dit is gewoon intiem connecten, ontspannen. En pas na die 10 minuten kwartier, ik zeg iets geks, pas dan kan de vrouw ook voor zichzelf gaan bedenken, hey, eigenlijk heb ik wel zin in seks. Nou ja, het gaat om het beleven. Hè? Dus weet je, vrouwen... ik ga nog heel even over dat stukje, die 7 à 10 minuutjes. Vrouwen gaan... dat weten ze zelf ook niet, hè? Ja. De meeste vrouwen weten dat gewoon echt niet. Van zichzelf, ja. Van zichzelf. Oké. Okay. En dan is het eigenlijk dat we al bijna met de hele vrijpartij klaar zijn. Die 7 à 10 minuutjes. Ja. Dus eigenlijk begint dan pas een vrouw in de ontspanning te komen. Yeah. En pas als we in de ontspanning zijn, kunnen we eigenlijk ook gaan voelen. Wat op ons lijf gebeurt. Dus opwinding. We zijn weer meer van het beleven eigenlijk. Mm-hmm. Eindelijk, ja. Dus als je een vrouw optimaal, echt in een soort extase wil krijgen, waar maar heel weinig vrouwen heen komen. G-spot heeft 15 à 20 minuten de bloeding nodig. Halen de meeste vrouwen niet. 15 à 20 minuten geil zijn. Halen de meeste vrouwen niet. Oké? Okay? Dat is de reden waarom maar 30% van alle vrouwen überhaupt in staat zijn om vaginaal klaar te kunnen komen. Ja. Oké? Okay? Nou goed, daar kunnen we het zo ook nog over hebben. Dus eigenlijk al wat lekker voor ons vrouwen kan zijn, daar komen we niet. We krijgen die tijd niet. Ja, omdat ons... Weet je, en dat is... En dan denk je, ja, oké, okay, dan zeg je altijd mannen... Ja, maar ja, altijd uitgebreid. Dat hoef je niet altijd te doen. Maar als je... Uitgebreid is nu 20 minuten? Laten we niet doen alsof we dan... Ja, maar ik kan ook snappen dat je als man dat niet altijd zin hebt. Omdat altijd snap ik ook. Ik geef ook stelletjes die bij mij komen. Hou het een beetje fair. Ga als vrouw gewoon ook opdrachten, geef ik ze mee. Dat zij een beetje de eerste stap maar tussendoor maar zetten. Man verleiden, even voor een vluggetje. Dat okay? is...
mag ik hier op even ingaan? Dat is ook een gesprek die ik had, had ik met veel mannen heb ik daarover gehad. En dat is ook een cultureel verschil. Is, kijk, stel je partner als vrouw zou gewoon één keer per week je wakker pijpen. Ja. Stel. Ja. Met een beetje geluk is dat 5 of 10 minuten werk. Ja. Quote unquote. Ja. En ochtends nog sneller of niet? Ochtends inderdaad nog sneller. En seks moet niet transactioneel worden. Het moet niet zo afgevinkt worden. Zo moet het niet zijn. Maar stel, ik denk dat voor letterlijk alle mannen dat de relatie naar de volgende stap zou tillen. En als ik met Nederlandse vrouwen daarover heb, denk ze, ja, hallo, waarom zou ik? Of ik proef daaruit van, waarom zou ik dat doen? Terwijl in andere culturen ik het idee heb dat daar het ook wat meer geaccepteerd is om daarin je man te plezieren. En het is ook naar twee kanten. Dus als je partner bijvoorbeeld het heel fijn vindt om zonder meteen ook seks aan te koppelen gemasseerd te worden, een handmassage, of even gewoon aan te horen waar ze mee zit, ook maar een kwartiertje. Als mannen dat zouden doen, zou het ook de relatie naar de volgende stap tillen. Dus ik merk een beetje dat bij ons het minder oké is dat een vrouw daarin die rol gaat spelen. En in andere culturen is dat anders. Hoe zie jij dat? Of ja. Ik denk dat vaak vrouwen het seks als een soort machtmiddel gebruiken. Maar exact dat. Voor wat hoort wat. Tit voor tat. Precies. Maar dat is gewoon prostitutie als we het heel plat bekijken. Nee, maar het heeft... Nee. Als ik het nu even op een andere manier uitleg. Oké. Ik heb bijvoorbeeld... kijk, mannen zijn altijd veel vrolijker en veel liever met ons als ze seks hebben gehad. Ja. Alsof ze een week geen seks hebben gehad. Ja? Ja, dit is zo. Ja. Dus ze zijn gewoon echt helemaal verliefd op ons als we net hebben seks gehad. Vrouwen willen aber dat een man vooraf lief is. Mooi. Okay? Dus wat doen vrouwen? Ja, maar hij is niet lief met mij. Dan krijgt hij ook geen seks. Ik ben op een gegeven moment ook begonnen om te kijken. Want zo had ik ook gedacht. Hè? Dan denk ik, ja, maar je geeft me de hele dag geen aandacht. En nu moet ik seks met jou hebben. Dat is vaak een denkwijze van vrouwen. Menselijk, ja, oké. En dan dacht ik op een gegeven moment van, oké, maar ik kan proberen het ook om te draaien. Want ik weet dat als we seks hebben gehad, dat die daarna eigenlijk heel erg wat ik eigenlijk wil. En dat is natuurlijk bij jullie mannen andersom. Ja. Ja, jullie zoeken de liefde, houden van een stukje vrouwgevoel in de seks. Ja. Ja? En wij willen het vooraf. Ja. Dus daar klikt het eigenlijk ook alweer niet. Ja. Dus dan denk ik, ja, neem als vrouw kan je ook kijken om te zeggen van, oké, kijk altijd even eerst naar jezelf. Ja? Wat kan ik veranderen om het misschien beter te maken? Dus dat heb ik ook gedaan. En denk van, oké, laat me maar nu uitproberen hoe het zit als ik gewoon wel dat stukje vooraf ontzettend veel aandacht te hebben overdag maar weglaat en toch zegt van, laat ons lekker seks hebben. En dan krijg ik dat wat ik eigenlijk wil achteraf. Dat is toch ook prima? Dus investeren is het eigenlijk. Precies. Zoiets van. Precies. Oké, en toen, wat was jouw inzicht? Nou ja, het is zo. Het werkt. Yay. Yes. Oké. Natuurlijk kan ik af en toe maar nog een beetje zeuren van, je aandacht. Ja, maar ik heb het ook voor me losgelaten om die verwachting te hebben. Sowieso om proberen niet meer zoveel verwachtingen te hebben. Alleen maar teleurstellingen. Dat klinkt weer een beetje... Ja, oké, ja. Ja, maar het is zo. Ja. Ik zat, terwijl je zat te zeggen over dat er een mismatch is, een beetje, ja, dat het anders werkt voor mannen en vrouwen. Dat lijkt me echt heerlijk en makkelijk als je dan als man op mannen valt. Dat denk ik ook. Ik denk dat die de beste seks hebben. En dat ze ook gewoon een bal uit hun broek neuken. Ja. Ja, die recht toe, recht aan. Hoppakee. Die hoeven al dat getreuzel van voorspellen niet een vrouw in stemming te brengen. Nee, ze zijn allebei hoppakee. Recht toe, recht aan. Ga met die banaan. Hoppakee. Ja. Ze zijn allebei op dezelfde level. Ga met die banaan. Het wordt ook, ja, neuken. Dat is denk ik een beetje... Sorry als ik wat verkeerd zeg, weet ik niet 100%, maar dat is een beetje mijn vermoeden. Nou ja, je ziet sowieso dat het aantal sekspartners in homoseksuele relaties veel meer is dan in heteroseksuele relaties. En ook weer veel meer dan in lesbische relaties.
Heb je ervaring in het coachen van lesbische stellen of homoseksuele stellen? Nee, kom maar eigenlijk nee. Nee, jammer genoeg eigenlijk niet echt. Ik denk dat die homostellen logisch is dat ze niet echt bij mij komen. Ik denk dat het die seks te langdradig wordt voor ze. En terwijl het vrouwen lesbische stellen heel goed zou doen. Dat is ook iets kijk, ze hadden verschillende onderzoeken daarover gedaan. Dat is ook wel weer fascinerend. Van, probleem 1 is, wat is dan seks? Want als seks penetratie is, is het natuurlijk moeilijk om te bedenken in lesbische relaties wat dan klassificeert als seks. Maar je ziet sowieso dat ze echt veel minder sekspartners hebben. En er zijn onderzoeken, daar is natuurlijk een beetje ophef over of dat zo is en nuance en hoe onderzoek je dat. Waarbij je dan ziet dat de zogenaamde lesbian deathbed, dat in lesbische relaties er significant minder seks al gaat voorkomen dan in hetero- of homoseksuele relaties tussen twee mannen. Ja. Is het dan zo dat, ik zou zeggen, initiëren, wie begint met seks? Is het zo dat een man dat meer zou moeten, je vertelt net, een man is al sneller aan, dus zal de man ook sneller degene zijn die als eerste seks initieert. Hoe zie jij dat vanuit jouw rol als intimiteitsexpert, coach? Ja, dat is meestal de klacht. Dat de vrouw te weinig initieert? Ja. Vrouwen hebben vaak gezegd, hij wil toch altijd. Dus hij zet wel de stap als hij zin heeft. Hij wil toch altijd. En weet je wat nog heel... Vrouwen zeggen zo vaak... Nee, kijk, ik kan niet zeggen dat ik onschuldig ben, want ik ben vroeger net zo geweest. Ik ben mijn werk natuurlijk ooit begonnen door de doorleving van mijn eigen seksualiteit. Mm-hmm. Dus ik ben eigenlijk net zo'n bitch geweest om constant maar eigenlijk nee te zeggen. Potverdorie, ja. Tanja. Ja. Maar het is... en het is best wel constant een man afwijzing te geven. Als mannen dat met ons doen... Vrouwen kunnen niet met afwijzing om. Nee, maar op elk vlak, ook qua flirt en versieren. Ja, maar seks is, dat is echt dat heftig. Is het ultieme. Waag het niet om tegen een vrouw te zeggen dat je geen zin hebt. Ja, en ook als je als een man erectieproblemen of je krijgt hem een keer niet omhoog of whatever, betrekken ze dat vol op zichzelf. Je vindt me onaantrekkelijk, ik ben dik enzovoort. Wat zit daarachter? Hoe zit dat? Wat zit erachter? Goeie vraag. Kan ik je geen antwoord op geven? Als kijk, ik nu heel spontaan moet zeggen. Maar in het verlengde van... Als een man altijd wil en hij wil opeens niet, dan is het raar. Ja, maar dat... Ja, tuurlijk wel. Omdat wij vrouwen de instelling hebben van een man wil toch altijd. Wat natuurlijk ook vaak wel... Enzovoort, ja, tuurlijk. Is ook vaak zo. Natuurlijk vaak ook zo. Jullie zijn veel sneller prikkelbaar. Jullie zijn door het visuele al veel sneller prikkelbaar. Ja. Jullie in de zomer, korte rokjes, diepe decolleteetjes, pop. Gedachte aan seks is vaak meer. Maar dat is ook omdat ik denk, jullie denkwijze, jullie hersenenopbouw compleet anders is. En die vrouwen zo ingewikkeld met alles door hun hoofd gaan en vaak helemaal geen tijd hebben om aan seks te denken. Ja, is ook... Ten eerste, wat je nu zegt, is natuurlijk heel erg edgy. Want er is natuurlijk een groep, een categorie mensen die zegt er helemaal geen verschil is tussen mannen en vrouwen. Maar dat is daar gaan we het nu niet over hebben natuurlijk. Is het feit dat... tenminste, ik heb het idee dat bijvoorbeeld ook werken en de stress van werk en het je hoofd vullen met werk, dat dat ook een ontzettende killer is voor de seks. Ja, maar dit is de reden waarom tegenwoordig steeds meer mannen ook geen zin in seks hebben. Waar de vrouw meer zin heeft. Ja, je krijgt er steeds vaker te horen, omgedraaide wereld. Maar wat heeft dat met werken te maken? Ik denk dat door te veel stress werk, dat te druk zit hier in hun hoofd. Bij mannen ook. Ja, vol zit met werk. Dat het daar zo'n druk op zit, te presteren in werk. Dat daardoor eigenlijk niet meer zoveel tijd is om aan seks te denken. En dat is natuurlijk, het werkt eigenlijk als mijn man en vrouw precies hetzelfde. Als de gedachte niet aan seks is, ja, waar moet het vandaan komen? En ook hoe meer we ook intellectueel in ons hoofd werken, ook als man zijn, hoe minder je in je lichaam zit. Een vriend van mij is nu aan het verhuizen en die ging laatst de drainage van het plekje waar hij huis gaat bouwen, was hij zelf aan het graven. Dus hij was er echt weken aan het graven. En hij zei, ik werd er zo tering geil van. Want je bent bezig, je bent aan het graven. Je hoeft gewoon nergens aan te denken. Dat je dan echt gewoon in je lijf komt, als het ware. Ja.
Wat je ook heel erg ziet, en de ene cultuur is femininer, vrouwelijker dan de andere cultuur. En de Nederlandse cultuur is heel erg egalitair. Dus dat. Heeft dat ook een impact op de seksuele aantrekkingskracht tussen de seksen? Bijvoorbeeld dat, je hebt het over het aanzet en de fantasie van een hele hoop mensen uit de mediterrane landen die naar Nederland komen. Die zeggen, ik voel me niet gezien als vrouw, omdat er wordt niet geflirt, er wordt niet naar me gekeken. Ik voel me niet gezien, terwijl in andere culturen daar veel meer het spanningsveld tussen mannen en vrouwen is. Speelt ook een rol in hoe seks in een relatie is en dat een man dan minder durft te initiëren, omdat hij vindt dat het gelijkwaardig moet zijn. En ja, vrouwen zijn gelijkwaardig, ze kunnen nu ook werken, maar een vrouw verwacht stiekem dat een man wel weer initieert. Het heeft ermee te maken dat veel meer emancipatie hier in Nederland, Duitsland is en misschien in die andere landen dat wat minder is. Ja, okay. Dus dat de man eigenlijk nog veel meer de broek aan heeft in andere landen. Okay? En vrouw meer een vrouw is. Ja. En bij ons is het, met Duitsland precies hetzelfde. Misschien nog wel meer zelfs. Dat vrouwen steeds meer de broek aan hebben. En dat is een hele heftige voor het seksleven. Ja. Al vrouwen die dominant zijn of pittig zijn, sterk in hun schoenen staan of succesvol zakelijk zijn, willen vaak een man hebben die dominant in bed is. Ja, maar zou je bijna kunnen stellen dat over het algemeen de meeste vrouwen, en over dominant kun je het op een manier invullen, maar willen niet de meeste vrouwen, de meeste vrouwelijke vrouwen, willen die dan niet ook gewoon een dominantere man? Ja, dat zeg ik. Deze vrouwen die ik nu... Maar de meeste vrouwen aan zich, zeg maar, vrouwen willen een vaak een wat dominantere vrouw man. Vrouw wil een man die de leiding in bed neemt. We willen natuurlijk dominantie. Dominantie is breed. Heel breed, okay? Tuurlijk. En er wordt vaak gedacht van, als ik zeg, weet je, dat whatever, aan de haren getrokken worden pijpen, en alles. Slap, okay? Pap, dat idee. Dat nee. Draait er natuurlijk niet nee, om. Natuurlijk het gaat niet. Daarom dat een man de leiding neemt en het liefst sturend. Een stukje controle heeft. Controle over zichzelf. Dan worden we in één heel erg ouderwets. Ja, maar dat bedoel ik, ja, exact. Dan dat. Worden we in één heel erg ouderwets, wel het liefst. En waarom? Waarom is dat zo? Omdat een vrouw in dat moment dat een man zo is, geen tijd krijgt om te denken. Het heeft exact. Weer hiermee te maken. Ja. Het heeft weer ermee te maken dat het hoofd leeggemaakt wordt. Ja, en als je dat meer evolutionair trekt, je wil ook iemand die jou aan kan. Als vrouw zijnde. Ja, maar dat wordt steeds lastiger. Hè? Want vrouwen worden steeds pittiger. Die worden steeds. Nou ja, ze worden. Hè? Dus die mannen die die vrouw dan aankunnen, worden steeds schaarser. Maar dat is het fascinerende. Wat je nu zegt is ook weer echt ongelooflijk interessant. En dat op vele lagen maatschappelijk gezien resoneert dat door. Dus aan de ene kant heb je na het sprookje van de vrouw die alles zelf kan. En dat is wat iedereen wil, yada yada. Maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld partnerkeuze, er is de term dat een vrouw hypergamisch is. Dus dat ze een partner kiest die op een gelijk of hoger niveau is. En gemiddeld gezien kiest een vrouw die dan voor een man die tussen de 0 en 3 jaar ouder is. En in dat gelijk sociaal-economische positie is of hoger. En het feministische sprookje is dan van ja, oké, maar als wij dan als samenleving ons gaan evolueren en we gaan de patriarchale onderdrukking, gooien we die overhoop en we worden eindelijk gelijkwaardig, want man en vrouw zijn helemaal gelijk, dan valt dat weg. Terwijl het fascinerende is juist, je kijkt in de meest egalitaire landen, zoals het Scandinavië, maar ook gewoon wat op West-Europa, zie je dat nog steeds vrouwen kiezen voor een partner van gelijk niveau of hoger, qua sociaal-economisch nog steeds 0 tot 3, 4 jaar ouder. Dus dat verandert niet. Dat is iets dat op zo'n diepe evolutionaire niveau ingebakken is. Dat ga je er niet uitrammen. Ja. Ander ding daarin, en dat is even mijn stokpaardje. Want ik ben altijd persoonlijk een beetje gefrustreerd als mensen van die wetenschapsontkennende ongein roepen als dat er is geen verschil en elk verschil is patriarchale onderdrukking. Als je kijkt bijvoorbeeld en ziet naar de vrouwen die naar de zogenaamde de stemvakken kiezen. Dus wetenschap qua de wiskunde, de harde cijfers. Je ziet dat het grootste
verschil in mannen- en vrouwenkeuze zie je in de samenlevingen die het meest egalitair zijn. Dus Algerije, waar natuurlijk vrouwen onwijs onderdrukt worden, zie je dat daar veel meer percentueel vrouwen voor de stemvakken kiezen versus Luxemburg, Scandinavië, Nederland. Zie je dat het verschil juist weer veel groter wordt, dat veel meer vrouwen voor de wat meer vrouwelijke opleidingen kiezen, huisarts enzovoort, terwijl mannen veel meer juist voor de harde werktuigbouw, technische afslagen kiezen. Dus er is een ontzettend groot verschil tussen mannen en vrouwen. Die wordt alleen maar groter en meer uitgelicht als de samenleving egalitairder wordt. En ook qua partnerkeuze zie je dat ook weer. Er wordt verwacht, nee, het is allemaal hetzelfde als we maar genoeg de samenleving veranderingen veranderen. Maar dat is niet zo. En uit alle cijfers blijkt dat. Dus interessant ook om jou dit te horen zeggen. Vooral ga maar vanuit dat je als je als vrouw een hoge baan hebt. Dan wil je een partner met ook een hoge baan. Ja, dat is wel zo. Maar er kunnen in een relatie niet allebei dominant karakter hebben. There we go. Okay? Ga door, ja. Dus als je als vrouw een dominant karakter hebt, ga je op een gegeven moment een man kiezen, onderbewustzijn, whatever, die gewoon net even ietsjes minder dominant is dan jezelf. Dus altijd één of de ander. Ja. Oké, zo. Dan is aber eigenlijk, dan heb je eigenlijk al een probleem in bed. Want stiekem wil die vrouw juist een dominantere man, maar die heeft ze niet. Ja, in bed. In bed, ja. Oké, okay, maar dat is namelijk de punt. Want dan heb je, krijg je namelijk natuurlijk die vrouw die dan vuur en vlam is. Dat hoor je vaak van relaties die eigenlijk echt spettende seks hebben. Ja? En het is echt extase, puur maar geen relatiemateriaal. Geen relatiemateriaal. Ja? Omdat ze allebei bijvoorbeeld dominant zijn. Ja, dan heb je echt vuur en vlam in bed. Ja? Dus je kiest voor als partner, dat wil je natuurlijk niet. Je wil natuurlijk harmonie en je wil natuurlijk rust en je wil een goede vader en je wil niet veel ruzies. Dus er wordt automatisch voor gekozen, zonder dat het bewust is, wordt er gekozen voor dan, als je zelf dominant bent, voor een man die net even ietsjes minder dominant is dan jezelf. Want anders zou koppen inslaan zijn. Ja, er gaat natuurlijk niet twee dominanten in een relatie. Ja. Dus altijd de een of de ander is net even ietsjes dominanter of minder dominant. Zo, maar dan heeft die vrouw, die heeft natuurlijk eigenlijk de broek aan. De leiding in de relaties. Oké? Dat is niet erg, dat zeg ik niet. Uh-huh. Het is alleen zo dat ze dan eigenlijk ook overruled wil worden in bed. Ja. Dat gaat niet. Nee. Dus dan wordt vaak, dan wordt van alles, maar je moet dat zo doen en ik wil het zo. En dan komen dan die sturende gedachtes. Ja. Ja. Dus dan ga je opmerkingen maken, je maakt de man onzeker. Hij is al wat meer teruggetrokken, trekt zich nog meer terug. Precies, maar in bed vergissen we vrouwen ons dat we een man echt heel erg onzeker kunnen maken. Ja, kapot zelfs. Ja. En dan is het eigenlijk, met zo'n ontevreden seks. En dan heb ik soms ook deze stelletjes, maar dat eerste wat ik hier vrouwen ga leren is, dit ga jij niet krijgen. Ik kan een man niet dominant maken in bed als jij neemt het toch niet aan. Want het moet toch echt zijn, als hij nu speelt en een rol aanneemt van dominante man, ga je niet aannemen, het is niet echt. Dan ga je nog uiteindelijk zeggen van, maar ik wil liever dat je het zo doet, dat je het zo doet, dat je het zo doet. En wordt hij weer, kruipt ze weer terug. Wat je nu zegt is ontzettend interessant. Patricia van der Linden, dat is een Belgische, die heeft het boek Relateren kun je leren geschreven. Die geeft in haar cursussen aan vrouwen, wat je nu aangeeft, hè, van de vrouw is dan dominant in de broek aan de relatie. Die zegt ook, kijk, die geeft eraan, de meeste vrouwen, natuurlijk is de basis gelijkwaardig, maar de meeste vrouwen willen relationeel niet de broek aan hebben. Dus wat ze zegt is, voor een man, om die in ieder geval op gelijke hoogte in een relatie te komen, die man gaat daar nooit komen als de vrouw niet een stapje naar de zijkant zet. Maar het probleem is dan, tegenwoordig, is moet ik me dan zwakker opstellen? Ben ik dan minder? Krijg je al dat soort gesodemieter. Dus wat zij heel erg aangeeft is, het laat vrouwen eigenlijk weer vrouwelijk zijn in de relatie, aan de kant zetten, de man die ruimte weer in laten nemen, en dat zich ook heel erg vertaalt in het seksuele, dat hij dan eigenlijk de kans krijgt om daarin te groeien, in zijn kracht te staan of zijn kracht te ontdekken.
En dat de hele relatie daar van daaruit een andere afslag neemt. En dat dat dan niet is vanuit, oh, dus de vrouw moet weer achter de afwas en in de keuken enzovoort. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Waar het om gaat is dat de man ook de ruimte heeft een bepaalde positie in te nemen. Een vrouw heeft daar uiteraard een stuk bevestiging en vertrouwen nodig. Want als je een stap aan de kant zet en die man neemt die ruimte dan niet in, dan gaat ze nog meer terug in waar ze eerst stond. En dat je daar van daaruit een betere basis hebt en voor intimiteit en voor een goede relatie. Ja, dat klinkt heel goed. Dat is wat jij nu zegt, ja, maar dan op het seksuele. Ja. En ik leer dan inderdaad op het seksuele gebied om vrouwen duidelijk te maken dat je ook kan genieten van zachtheid. Je kan ook genieten van passie. Het is niet alleen de dominantie, maar je moet leren om die sturende gedachten los te laten. Wat zijn de beste manieren om dat te doen? Misschien is het leuk als ik je een keertje mijn eigen verhaal vertel. Dan... Met een keer bedoel je nu of een andere keer? Nu. Kom maar. Ik was op een gegeven moment... Nou, ik zit nu in een relatie van 23 jaar met mijn man. Alle ups en downs en in de sleur. En wat was de sleur? Inderdaad, puur orgasmegerichte seks. Ja? Dus ik wist niet anders dat er nog meer kon. Maar ik vond het niet meer boeiend. Ik had geen moeite om klaar te komen. Dat ging ook super vlug. Maar het enige moment wanneer ik, nu weet ik het, losliet, was dan het moment wanneer beneden gestimuleerd werd en ik kreeg een orgasme. Ja. Dus ik kreeg ook al de waarschuwing van mijn man. Als wij zo doorgaan, dan weet ik niet hoe lang wij nog samen blijven. Omdat ik altijd... Ik had geen zin meer. Het was alleen maar negativiteit. Seks was... Voor die 3 minuten was het niet boeiend genoeg om daar de moeite te nemen om daarvoor tijd vrij te maken. Ja? Dus ik kreeg echt al waarschuwingen. En ik dacht, maar hoe moet ik het dan te veranderen? Dus ik wist natuurlijk ook niet, als je iets niet kent, mis je het niet. Een kennis van mij die ging een opleiding doen in ontspanningsmassage. En die zocht een proefkonijn. Ik ging naar haar. Ik zeg, is prima. Ga maar lekker op mij masseren, heerlijk. Ik gaf al les in erotische massage. En ik zeg tegen haar, ik ga met mijn hoofd alle kanten op als ik een ontspanningsmassage ontvang. Denken. Niet kunnen ontspannen. Zegt zij tegen mij, Tanja, als je zit te denken, kan je niet voelen. Deze ene zin kwam zo bij mij binnen. En ik geloof niet meer aan toeval. Want dat heeft mijn hele leven veranderd. Het heeft mijn werk veranderd. Deze ene zin. Als je zit te denken, kan je niet voelen. Dus ik dacht van, oké, laat me maar kijken wat ik doe tijdens de seks. Ik zat alleen maar in mijn hoofd. En ik was een stuurder. Het was inderdaad, het moest precies zo gaan als ik dacht dat het moest gaan. Dat ik dacht dat ik dat fijn vind. Dus ik zat alleen maar in mijn hoofd, sturend. Nu, doe liever dat, ik wil liever dat. Moet dat nou zo? Heel herkenbaar voor heel veel vrouwen. Ja. Dus ik dacht van, oké. Dus ik ben die enige die zichzelf eigenlijk blokkeert om misschien ook meer te kunnen voelen. Dus ik had op een gegeven moment, dacht ik van, oké, dus terugdenkend aan een situatie dat mijn man ooit nog zin had om met mij uitgebreid bezig te zijn. Kreeg toch nooit reacties op wat hij deed. Dus hij geeft de moed niet op. Dus hij was ooit terugdenkend met mij bezig. En die zei, ik geef je een lekkere erotische massage. En voor mijn gevoel ging die best wel vlug naar beneden. Dus ik maakte een opmerking van, moet dat nou zo snel? Ik dacht dat je uitgebreide tijd voor mij wou nemen. Dan zei hij tegen mij, is dat die spoor jij nog helemaal? Hij zegt, ik ben al een half uur met jou bezig. En dan zei ik, echt niet. En dan zei hij, echt wel. Dus dat was terugdenkend. Hè? Dat ik dacht van, oh, ik heb dat hele half uur niet gevoeld. Omdat ik tetterend in mijn hoofd al lag. Dus ik heb mijzelf blokkeerd. En wat heel veel vrouwen doen. Okay? Ik heb mezelf blokkeerd. Heb aber ook mijn man
Ik zei echt sorry tegen hem. Ik zeg sorry schat, wat ik je al die jaren heb aangedaan. Je kreeg geen reacties, wat erg. Dat je het nog probeert en nog zo lang echt de moed hebt om door te gaan. Terwijl je geen reacties gaat krijgen. Ik kon geen reacties geven, want ik voelde hem niet. Ik zat alleen met mijn hoofd te tetteren. En dan dacht ik van, shit, ik heb mezelf blokkeerd. Dus ik heb eigenlijk ervoor gezorgd dat wij allebei alleen maar nog platte seks hebben. Ik heb hem niet toegelaten. Ja, dus dat was voor mij echt zo'n eye-opener. Dat ik dan op een gegeven moment begon mijzelf te trainen. Van hoe laat ik nou los? Internet, alles afzoeken. Ik kon niks vinden. Hoe laat je nou los? Ja, je zag wel, we horen los te laten. Maar ik kon nergens oplossing vinden. Dus ik dacht, oké, dan moet ik maar proberen om het zelf. Ik had natuurlijk wel achterliggende achtergrond van les erotische massage geven. Dus het was al een beetje mijn vak. Dus ik dacht, oké, dus ik moest mezelf trainen om los te laten. Dus ik heb zelf ook een trucje voor mezelf uitgevonden om meer in mijn gevoel te komen. Maar de tango takes two. Dus ik heb dat ook met mijn man besproken. Ten eerste zei ik, sorry. Ik zeg, ik ga je beloven, ik ga geen opmerkingen meer maken. Ik ga proberen echt in mijn gevoel te komen zitten. Ik heb maar wel ietsjes meer nodig dan direct naar beneden te duiken. Zodat ik ook in die fase van loslaten kan komen. En dan heb ik inderdaad mezelf dus getraind om los te laten. Mijn man heeft ook weer meer zijn best gedaan om mij uitgebreide voorspel te gaan geven. Dus we hebben alles een beetje fijn getuned. We hebben duidelijk erover gesproken. Hij heeft mij duidelijk gemaakt hoe onzeker ik hem heb gemaakt. En dat hij daardoor eigenlijk ook alleen maar in zijn hoofd kwam. Hij was alleen maar aan het denken. Ja, maar wat wil ze nou? Moet ik het zo doen? Moet ik het zo doen? Ze reageert niet. Wat gebeurt er? Ze reageert er niet op. Dus eigenlijk wat ik dan op een gegeven moment eigenlijk van hem wou, dat hij in het moment gaat, dat heb ik er zelf ook voor gezorgd, dat hij er niet in was. Kip-ei-verhaal, wie is ermee begonnen? Dat maakt niks uit. In ieder geval was het wel zo dat ik achterkwam dat we allebei in ons hoofd zaten. En dat ik dit heb aangemaakt, alleen duurde dat voor mij ietsjes langer, omdat ik alles zelf moet uitvogelen. Ja, yeah. Dus ik was gewoon echt zelf achtermanelijk. Dus dat duurde best wel een poosje. En op een gegeven moment was ik aan het vragen tijdens mijn les voor stelletjes in de les erotische massage, daar een beetje. En ik zag dat het heel veel stelletjes eigenlijk hetzelfde hadden. Yeah. En dacht van, wacht even. Dus misschien kan ik die handvaten doorgeven, dat het bij hun wat snellere inzicht is en sneller die handvaten te kunnen gebruiken, waar ik heel lang voor nodig had om dat zelf te trainen. Ja. En uiteindelijk is dan ook mijn seksleven compleet veranderd. Tuurlijk, het is niet zo dat je in van één dag op de ander meteen spetterde. Hè? Dus ja. Je bent in die spiraal naar beneden gegaan. En dus te langer jij al daarin zit, dus dus te langer jij daar zit, dus ietsjes langer heeft het nodig, ben je net aan het begin van de spiraal, ga je ook sneller weer die kant Tuurlijk, op. Dus daarom zeg ik ook altijd, trek aan de bel. Als je merkt, het gaat niet lekker, dan kom je er sneller weer uit. Dus en dan kwamen we eigenlijk ook in die fase door dat ik losliet, dat hij ook weer in het moment kwam. Okay? En dan kwamen we eigenlijk allebei in het reactie tegen reactie seks. Dus hij doet iets bij mij, ik voel hem, ik voel wat in mijn lijf gebeurt. Krijgt mijn lijf, gaat reacties geven. Dat geeft hem voeding om door te gaan. Hij is een gever. Ja, dus dan krijgt hij weer plezier in om met mij te spelen. En, dan wordt seks ook een uiting van wie je bent, hoe je voelt, hoe je op dat moment voelt, hoe je naar elkaar toe voelt. Wordt het een verlengstuk van de communicatie? Het wordt een reactie tegen reactie, het wordt verbinding. Verbinding. Het wordt verbinding. En dit is wat heel veel mensen missen, zonder dat ze het kunnen benoemen. En dit is wat ik zie. Als ik dit voorbeeld aan stelletjes geef, nog deze week ook weer twee stelletjes gehad, waar ik dan merk dat is hem. Dat is wat ze missen. Kunnen ze niet uitleggen, maar ze weten alleen dat het niet meer boeiend is en dat ze iets moeten doen. En dan leg ik dat uit. En dan is het van zo herkenbaar. Zo herkenbaar. En ja, je hebt helemaal gelijk. En vrouwen, ja. Ja, inderdaad. Dus oké, ik ben het zelf ook. Oh, oké. En mannen van, oké. Daarom heb ik ook niet meer zo. Waarom vind ik het ook niet meer zo leuk? Ik inderdaad, heel herkenbaar. Ik krijg geen reacties. Ja, ze is er eigenlijk niet bij. Ja.
zo herkenbaar voor stilletjes. En daar heb ik mij eigenlijk heel erg op gespecialiseerd in. It's all about your mind. Oké, als jij in je hoofd zit, kan je niet in je lijf zitten, kan je niet in het nu zitten, kan je niet in de verbinding gaan. Dus je moet kijken, hier, zeker bij vrouwen en mannen. Mannen is de valkuil, die zijn niet met de boodschappenlijst bezig. Die zijn met de volgende stappen bezig die gaan komen. Dus die zitten ook in hun hoofd. En die denken ook allemaal trucjes te gaan doen om indruk te maken op de vrouw. Nee, maar vooral niet. Ik zie dat als ik een stelletje heb. Ik leer sowieso de manier van aanraken. Beginnen we al. Oké, als je zo doet, automatisch piloot. Jij bent niet in het moment, je bent niet met aandacht bezig, zij kan jou niet voelen, waardoor zij weer lekker kan tetteren in haar hoofd. Beginnen we al, manier van aanraken. Oké, nou, dan heeft hij door, snapt hij ook van, oh, oké, ik snap het, zij ook meteen, oh, dat voel ik, oké. En op een gegeven moment komen we bij de billen. Zie ik meteen, niet bij iedereen, maar regelmatig, zie ik dat die aanraking verandert. Ik zeg, waar ben je? Ik weet waar die is. Hij is al met de volgende stap bezig. Dat is de valkuil van de visuele van jullie. Ja? Dus je wordt visueel geprikkeld, billen. En dan ga je jezelf eigenlijk, je scenario's gaan weer aan de slag. Die je geil vindt. Je maakt jezelf ongeduldig. En je bent niet meer in het moment. Zij voelt meteen dat jij er niet meer bent. En gaat ook weer in haar hoofd. Mindfulness is sowieso een ding voor mensen, heel erg hip en hot. Dus ik te denken dat seks ook eigenlijk een soort, niet dat dat moet worden, maar dat intimiteit de ultieme mindfulness oefening is. Ja, ik heb, grappig genoeg begon ik al mensen dat uit te leggen en dan kreeg ik steeds vaak, ik heb helemaal geen flauw idee gehad wat mindful was. Mindfulness les, dat ik eigenlijk regelmatig de opmerking kreeg, dat klinkt heel erg naar mindfulness. Ja, dacht heb ik, je oh, hoor. Is dat zo? Dus op een gegeven moment gingen we er wat meer verdiepen in. Ik dacht, oh ja. Dus dan dacht ik, oh, laat me maar zelf dan een mindfulness cursus volgen. Misschien kan ik nog wat leren. Nou, nee, ik leerde alleen maar mediteren. En iedere keer als ik die docent vroeg van, kan je mij niet nog ietsjes meer leren hoe ik ook overdag wat meer mindful en zo kan zijn? Hè? Zodat ik het misschien nog iets kan leren. In het dagelijkse leven. Ja, om het misschien ook in de seks, misschien leer ik het. No. Nee, dus dat gebeurde niet. Dus ik heb eigenlijk die 500 euro licht teleurgesteld uitgegooid. maar uiteindelijk is het dit. Ja, het is het. En ik ben echt geen zweefdeef. Ik ben totaal echt down niet. To earth. Ja. En, maar ik weet dat de lekkerste seks in het nu is. In reactie tegen reactie. Dit is bevredigend. Dit is liefde. Maar dan kan het ook net zo goed geil worden. Als mijn man... Ik word wel hier heel erg open nou. Maar als mijn man heel erg... hij weet natuurlijk dat hij zelf zo ervoor kan zorgen dat hij geil is. Ja. Oké? Dus hij weet ook, als hij mij de tijd geeft om mijn dagelijkse shit naar beneden te krijgen. En ik echt in mijn voelen kom. En ik de tijd krijg. En dat is de sleutel. Hè? Een vrouw de tijd geven, maar ook haar eigen input om te voelen. Dat heb ik natuurlijk nu in orde. Oké? Ik geef mijn eigen aandeel ook aan het voelen. Dan kom ik echt in een fase terecht waar ik gewoon heel lang in mijn gevoel zit. Oké? En wat betekent heel lang in je gevoel zitten? Dus hij geeft aan mij. Ja? Ik mag ontvangen. Ik ga helemaal open. Ik ga volledig op in mijn gevoel. Mijn lijf begint te stuiteren. Ik krijg echt van die stuiptrekkingen. En ik ga echt intens voelen. Eigenlijk is het een hele lange orgasme. Want als je hoofd leeg is, niet meer in staat is om te denken, is het eigenlijk een soort orgasme. Dat creëer je ook als je een orgasme hebt. Ja? Alleen is het natuurlijk niet het hele piek, maar ik ben volledig leeg in mijn hoofd. Ik zit volledig in mijn gevoel. En dan begint mijn G-spot te werken. Dan kan mijn man heel lang intens met mijn G-spot gaan spelen. Pff.
dit is echt zo intens dat je helemaal geen kans meer hebt om in je hoofd te schieten. Mm-hmm. Dan werkt ook, dan, als we dan vrijen, dan kan die me veel meer met mij in de actie gaan over de G-spot. Waardoor we weer in het teaser-spel terechtkomen. Hè? Net niet. En als die dan nog langer met me bezig is, dan kom ik in de pornofase. Ja. En dan... dan is het echt van... Godverdomme, leuk me nou. Dat moet maar eruit dan, zeg maar. Emotie. Ja. En niet omdat ik heel erg helder in mijn hoofd ben. Zodan volledig geen vanuit act, mijn gewoon oprecht, uit je tenen. Yes. En dit is wat ik bedoel. Snap je hem? Ik snap hem. Ik snap hem heel goed. Ik vind het zo fijn dat je dit... Ja, nu een beetje vanaf... Ik vind het zo goed dat je dit vertelt. En dat ook zo weet te benoemen. Je doet goed werk dan, ja. Serieus. Ja, ja. En ik wil het... Weet je, mijn werk is mijn passie. Je ziet het, hoe enthousiast ik ben als ik daarover vertel. En ik wil het echt van... Mensen, word wakker alsjeblieft. En laat dat thema... Seksles niet zo'n taboe zijn. Ik zou zoveel mensen dit willen gunnen. En er moeten een paar dingen aangepakt worden. Tuurlijk wel. En je moet even in jezelf investeren. De wil moet erachter zitten. Je moet nog van elkaar houden. Als dat al niet meer is, dan houdt het op. En heel soms heb ik ook een stelletje waar ik denk van... Ik weet dat jullie uit elkaar gaan. Tuurlijk... kan ik dat niet zeggen. Maar yeah. Dan is het echt te laat. Je bent te laat. Ja. Ja? En, maar ik gun dat zoveel mensen. Maar als jullie niet begrijpen hoe verschillend de seksualiteit is tussen mannen en vrouwen. En tuurlijk wordt dan gezegd, ja maar oké, mannen zijn nu eenmaal anders. En die zijn meer van de porno. En prima. Maar dat is helemaal niet waar ook. Heel ja, door de gevolgen en ja, oké, ja. Maar het hoeft niet zo te zijn. En als we kunnen het in evenwicht houden. Dat bedoel ik. We kunnen het ja, in evenwicht dat. Houden. Het is niet zo dat ik alleen maar zeg... Er is een plek voor connectie. Er is een plek voor overlap, ja. Ja, en ik zeg ook niet van... man moet nu altijd zo uitgebreid met een vrouw bezig zijn. Dat zeg ik niet. Maar geef haar af en toe maar dat cadeautje. Geef haar af en toe maar dit cadeautje. Gun het haar, ja. Mijn man die zegt van... nou weet je wat, oké, vluggetje. Leuk. Maar ik weet in welke levels ik jou kan brengen als je de tijd van mij krijgt. Daar zijn we ingewikkeld voor. Ik kan er niks aan doen dat we zo ingewikkeld voor zijn. Nee. Okay? Ja. En ik tuurlijk kan... En we kunnen het cadeautje ook teruggeven om af en toe maar de man te verleiden. Of wat je zegt, 's ochtends misschien even wakker te pijpen. Of te verleiden om even te zeggen van vluggetje. Maar dan is het ook dat ik mijn mindset... ook van op ja zet. En dat zelf is het ook echt. Weer mijn, ja, natuurlijk. Als ik deze moet akkoord gaan. Ja. Ja. Zelfs dus vrouwen die pijn hebben tijdens het vrijen. Soms kan het iets zijn dat er iets niet oké is. Tuurlijk. Maar vaak is het zo van... deze staat op nee. Bang. Ja? En als ik deze probeer onder controle te krijgen... en op ja zet. Dat is echt wel iets waar ik me op specialiseerd heb. Om... je mind, daar begint alles mee. Als deze op nee staat, dan kan je nog zoveel tantra-cursussen gaan volgen. Als een vrouw op nee blijft staan in haar hoofd... en eigenlijk denkt van, ja, maar ik wil dat helemaal niet... of lekker blijft tetteren... Dan is alles een kunstje eromheen, ja. Ja. Waar kunnen... goedeminnaar.nl. Daar, ja. daar kunnen mensen meer voor over vinden, ook voor je cursussen. Ja, en ik heb nog die derde website, dat is mindful-vrijen.nl. Maar daar is het denk ik, we hadden het net ervoor over dat jij zei misschien een andere term noemen. Ik vind het eigenlijk een hele goede idee, omdat ik wil het wat laagdrempeliger houden. Eens, maar voor nu... kunnen mensen op goedeminnaar.nl, waar nog meer? Tanjamilder.nl, toch? Nee. Mindful-vrijen.nl. Goedeminnaar.nl. Op die goedeminnaar zie je ook dat ik lesgeef in erotische massage. Erotische massage doe je. Je hebt ook een mooie online cursus, zag ik. Ja, ik heb een online voor mensen die het niet durven de stap te zetten. Of als eerste voorstap, hallo. Gewoon even nieuwsgierig. En ook als ondersteuning, als je bij mij de mindset hebt geleerd, dan geef ik dat ook weer mee als
cadeautje. Voor de tools, voor de praktische tools, handvatten. Voor echte technieken. Want ik laat mensen bij mij alleen maar alles doen wat je met je handen kan doen. Ja. Oké, okay? Ik ja. laat mensen bij mij geen orale seks doen. Nee. Of vrijen vind ik ook net even een stap te ver, te persoonlijk. Maar daarom heb ik die filmpjes opgenomen, zodat ze uiteindelijk daar ook weer thuiswerk Absoluut. Kunnen doen. En dan kunnen we zoveel nog om te bespreken. Ik nodig graag nog een ander keertje uit. Ontzettend bedankt dat je hier bent geweest. En ook, preach. Je bent fantastisch. Je bent fantastisch. Dit is belangrijk wat je doet. Lang verhaal kort. Dank je wel. Check. Dank je.